zullen zien hoe de heer Wijfels tot een analyse komt van de huidige economische crisis, waarin hij probeert aan te tonen dat hij een veel bredere oorzaak heeft dan alleen maar bankiers die met de winst strijken en elkaar bonussen uitdelen. Maar dat het gaat om een veel bredere culturele problematiek die ook onze waarden betreffen. Die op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, het type denken zoals we dat hebben ontwikkeld vanaf de verlichting, dat dat op zijn grens stuit. En dat we eigenlijk gedwongen worden om een overgang te maken, een omwenteling die dient plaats te vinden. Ik ben heel benieuwd wat hij te berde gaat brengen. Ja, als je naar de achterliggende decennia kijkt vanaf de jaren 60, dan hebben we natuurlijk heel sterk ingezet op individualisering die verbonden is eigenlijk met consumptie. De consumptie was eigenlijk de vorm van individuele ontplooiing. En dat is heeft natuurlijk de hele machinerie aangejaagd, hè, waar we nu de crisis van meemaken. Maar tegelijkertijd is dat ontzettend diep in ons gaan zitten. Dus hebben we wel de spirituele resources, zou je kunnen zeggen, om zo'n omslag te maken? Mijn persoonlijke opvatting is dat het zonder het weer duidelijk inbrengen in onze cultuur van de, wat ik dan even noem, de verticale dimensie, je kunt ook zeggen spiritualiteit, dat het een hele moeilijke oefening gaat worden. Dat slaat ook terug op hoe je zelf in het leven staat in termen van, wil je het gat van de perspectiefloosheid vullen met materie? Dat heeft ermee te maken. Kijk, zolang het zingevend perspectief er niet is, dan is er een tekort. Dan is er in veel gevallen een zingevingstekort. En dat vullen we op met het nastreven van status en macht en materie. Hè? Dat is in belangrijke mate wat er gebeurt. Dus die dingen, die culturele dingen, die zijn ook aan de orde. Daar hoort bij de hele notie van dienend leiderschap. Dus dat als je in bepaalde verantwoordelijkheden bent aangesteld, dat je dat niet ziet als, ik ben de baas en ik bepaal en mensen moeten maar doen wat ik zeg. Maar dat je de dienaar bent van de mensen die voor je werken, om het zo maar eens aan te duiden. Al dat soort van noties hoort daarbij. En dat kunnen wel weer idealistische noties worden genoemd. Maar volgens mij zijn dat keiharde dingen die de boel weer op zijn plek zetten. Laat ik het nog op een andere manier vrij helder formuleren. Volgens mij, mijn ervaring, worden de elites, niet alleen hier, maar in de hele westerse wereld, door de gewone mensen gepercipieerd als daar zittend voor zichzelf en niet voor hen. Nou, dat is dus een van de grote cultuurproblemen waar we mee zitten. Ze vertrouwen de elite niet meer. Ze vertrouwen de elite niet meer. En dat heeft dus alles te maken ook met graaigedrag en met egotripperij en gaan ze maar door. Dus het heeft ook te maken met inkeer van waarom je daar zit. Hè? En als je daar niet zit vanuit dat dienende ideaal, dat dienende notie, dan maak je brokken. Hè? Over dat soort dingen gaat het ook in onze cultuur. Dus als er, laten we zeggen, ergens, en dat is een van de vragen, kwam daar op. Als er ergens aanleiding is om, laat ik maar zeggen, bewegingen in een volstrekt andere richting te maken, dan is het vooral hogerop ook. Hè? En als dat gebeurt, dan heb je ook reden om, laten we zeggen, andere mensen daar niet alleen het voorbeeld in te geven, maar ook te inspireren. Hè? Dat soort van dingen is wel aan de orde. En dus ik plaats dat een beetje minder dan mijn gespreksgenoot in de termen van offers brengen. Volgens mij is het uiteindelijk niet het brengen van een offer. Het is het, laten we zeggen, het ontdekken van een veel inspirerender perspectief voor het leven. Dat is waar het over gaat. Nou ja, om hier dan toch meteen op te reageren. Kijk, ik breng dat offer juist in verband natuurlijk met iets wat wij op dit moment, met een levensstijl die we gewoon zijn,
waarin als je het over die transformatie zou hebben, dat ook een ontwenning of een afscheid betekent. Dus daar zit een element in. Zeker. Ja, en, okay. Maar de vraag is dus of die ethische noties die nu naar voren worden gebracht, in feite niet dus een, hun energie nog putten uit de geestelijke traditie waar ze uit komen, misschien wel heel persoonlijk, katholieke achtergrond of christelijke achtergrond, van daaruit nog een soort betekenis hebben, misschien ook wel voor leidende elites, maar tegelijkertijd eigenlijk die bronnen niet meer kunnen benoemen en ook niet de antropologie hebben waarin inderdaad dat volk, om het dan zomaar heel simpel te zeggen, of het nou China is of in de eigen tuin, om die inspiratie te geven om die nieuwe weg op te gaan. En dan lijkt het toch, hè, hoe sympathiek het mij ook is, en ik deel het in veel opzichten, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat is de dynamiek van de werkelijkheid en wat is daarvoor nodig? Misschien dat als allerlaatste punt wat dit gaat doen. Mag ik nog even wat scherper? Mm-hmm. Kijk, dus wat ik altijd eigenlijk wil zeggen is, jij hebt het te goed om de dingen te zeggen die je zegt. Mm-hmm. Dat zeg je. Nee, dat zeg je. Nee. Je zegt jij hebt het goed. Maar dat zou veel te persoonlijk zijn. Waar het om gaat, wordt een verhaal verteld waarvan de vraag is of dit dus in staat is een bevolking op sleeptouw te nemen in deze symbolen, in dit register, waarin je op een gegeven moment juist een enorm tumult zult zien. Spanningen, het teruggang die te maken hebben met wat betekent het als we onze economie gaan omvormen in één die niet meer gebaseerd is op groei. En dat aspect van offer breng ik, omdat we denk ik zullen moeten erkennen dat we de komende decennia dus in een vrij diep dal, althans als mijn inschatting, ook dat de crisis op dit moment nog niet is afgelopen, maar ook ecologisch. Nou, wat wordt het verhaal, ja, wat in staat is om die omwenteling teweeg te brengen? En dan zeg ik, dat is makkelijker. Dat is vanuit de huidige situatie, puttend uit een katholieke traditie of een christelijke traditie. Niet de enige bron waaruit ik put, hoor. Ja, maar toch, dat zijn hele elementaire ervaringen. En daarin wordt een taal dus gebruikt die ook wel redelijk overtuigend kunt, maar kan die dynamiek, ja, waar we het over hebben, kan die aanspreken? Ja. Ik heb niet eens de pretentie om te zeggen, jongens, als we het nou zo doen, dan komt het allemaal voor elkaar. Wat ik doe, is gewoon simpelweg vanuit de dingen die ik heb geleerd, die ik zie, die vanuit mijn overtuiging komen, die draag ik aan, ook in deze discussie. En of dat voldoende is om, laten we zeggen, een volk op sleeptouw te nemen, weet ik niet. Maar we hebben het wel over een omslag. Dat is ook helemaal niet de pretentie die ik heb. Kijk, uiteindelijk, laat ik afronden met die notie groei, hè, want die zat ook nog in een van de verhalen. Ja, was uur. Kijk, ik hang niet aan economische groei op de klassieke manier gemeten. Ik zeg wel, kijk, het leven is één lang proces van ontwikkeling. Van het uit de wikkels halen van potentie. En als er meer mensen zijn die in de loop van de tijd meer kennis en meer vaardigheden ontwikkelen over wat mogelijk is, dan zal vermoedelijk de combinatie van die twee leiden ook tot economische groei. Maar ik voorzie voor de komende periode een proces waarin die ontwikkeling plaatsvindt in een proces van dematerialisatie. Hè? We gaan lichter leven en dat is wat ik voor me zie. En dan hoeft er dus minder olie overal uit de wereld hier naar Rotterdam gebracht te worden. En dan hoeft er minder ijzererts en dat zo. Want als wij gewoon de spullen recyclen die we nu gebruiken, hè, dan hoeft dat allemaal niet meer. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om toch, laten we zeggen, verdere progressie te boeken. Hè, en op een breder front, zonder dat dat helemaal uitmondt in steeds meer materie. Maar als u ik moet het hier echt bij laten. Ik moet het even laten. Het is de gelegenheid om volop door te spreken in het verband waarin u hier zit. Maar ik wil jullie beiden heel hartelijk bedanken.